Hallo en welkom op mijn YouTube kanaal. Ik ben Sabrina en ik ga vandaag de Lookfantastic Beauty Box voor jullie unboxen. Dat is deze keer een hele mooie oranje doos. Lekker Hollands. En ik heb zelf een jaar abonnement en daar ben ik €15,50 per maand aan kwijt. En je hebt ook nog allemaal andere abonnementsvormen. Dus je hebt 3 maanden volgens mij, half jaar. In ieder geval ook gewoon 1 maand, dat kan ook. Ik heb begrepen dat er deze maand 2 boxen zijn. Lookfantastic had op Instagram zelf een foto gezet, of 2 foto's gezet van de 2 beautyboxen. Waarvan ik er bij eentje dacht van, die zou ik wel heel erg graag willen. En bij de ander dacht ik eigenlijk, mwah. Dus ik ben heel benieuwd welke ik krijg. En ik las ergens dat dit was omdat de beautybox uitverkocht was. Maar dat er heel veel mensen hem graag nog wilden. Dus hebben ze gewoon nog eentje extra gemaakt. Of dat waar is, geen idee. Maar ik ga nu kijken wat er in deze beautybox zit. Er zit een mooi oranje vloeipapiertje erbij. Nee, ik moet je wel heel eerlijk zeggen. Ik zie al meteen dat het degene is waarvan ik dacht, mwah. Dus, maar we gaan hem bekijken. Wat trouwens ook heel apart is, ze zijn gestopt met die leaflets erbij te stoppen. Die sturen ze nu per mail op. Maar ik heb deze maand dus ook helemaal geen leaflet gehad. Misschien omdat ze gewoon geen idee hebben wie welke box krijgt. Dus dat ze anders 2 leaflets moesten opsturen. En dat het überhaupt gewoon te veel uitlegwerk is ofzo. Dus ik heb ook geen prijzen. Ik heb ook geen extra informatie. Dus we gaan het merken. Dus laten wij gaan beginnen. Dan begin ik, dit valt me al meteen op. Dit is een vitamine flesje voor hair, skin en nails van My Vitamins. En er zitten 30 capsules in. Ik ben hier over het algemeen niet heel erg over te spreken, omdat er heel veel zooi in toegevoegd zit. Maar voor mij hoeven er eigenlijk nooit van die vitamines in te zitten. Ik zoek dat zoek ik liever zelf allemaal op mijn gemakje uit. Of er gekke ingrediënten in zitten of niet. En of het daadwerkelijk wat voor me gaat doen of niet. Reviews lezen en dat soort dingen. Voor mij had dit niet per se gehoeven, eerlijk gezegd. Ik weet ook niet of ik dit wel ga gebruiken. Dan heb ik het tweede product. Dit is van Madara Organic Skincare Deep Moisture Regenerating Night Cream. En dit is wel een heel prettig merk. Trouwens ook best wel een merk dat aan de prijs is. Ik heb het merk, ik heb er 1 keertje een oogcreme van gebruikt. En die vond ik heel fijn. Ik heb er nu nog ook eentje liggen. Een oogcreme dus. Maar deze is volgens mij in Nederland bijvoorbeeld bij de Vitamin Store te verkrijgen. Gewoon als in, daar hebben ze een schap van Madara. En daar staan gewoon allemaal producten van hun in. Volgens mij is het dus ook echt een natuurlijk crempje. Overnight Renewal Radiant Complexion. Voor alle huidtypen met natuurlijk hyaluronzuur en revitaliserende extracten van weegbree en tomaat. Helpt deze antioxidantrijke formule schade van buitenaf te neutraliseren en de huid 's nachts te herstellen. Breng elke avond aan op een gereinigd gezicht en hals. Oké, zullen we even kijken hoe het er van binnen uitziet. Oh, dat vind ik altijd. Je wordt altijd een beetje genept met dit soort dingen. Want kijk, dan kijk je van binnen. En dan zie je dat er een heleboel loze ruimte is. Ik snap eigenlijk nooit zo goed waarom ze dat doen. Het neemt alleen maar heel veel extra ruimte in de kast. Het is 25 milliliter en het ziet er dus zo uit. Hier ben ik wel heel erg blij mee. Dan hebben wij het volgende product. En dat is, wat is dit? Responsibly and ethically sourced. Hier staat het. Een blush brush. This eco-friendly vegan blush brush is ideal for applying a beautiful dash of color and definition to the cheeks. Oké, het ziet er zo uit. Oh, op z'n kop een blush brush. En ik ga jullie nu ook laten zien hoe die er dan uitziet. Dat is best een mooie kwast. Oké, zou er dan ook blush in zitten? Daar ben ik wel benieuwd naar. Op die foto die ik zag op hun Instagram kon je niet heel goed zien wat er nou precies in zat. Behalve omdat ik dus bijvoorbeeld zag dat er multivitamines in zaten. Waarvan ik dacht, even kijken hoor. Dan hebben wij hier van Monuspa Rose and Lemon Enriched Body Cream. En staat er voor de rest nog iets? Marine Collagen and Vitamins AE en B5, all skin types.
Massage into the skin after bathing or showering. Skin feels soft, smooth and nourished. Dit is 100 ml. Het is best wel een flinke pot. Eens even kijken. En zo ziet de crème eruit. Het is een vrij... Hij ruikt inderdaad naar rose en lemon. Je ruikt het er beide gewoon in. Dus dat is wel grappig. En het is inderdaad best wel een dikke structuur. Maar het voelt een beetje op de een of andere vage manier alsof hij wel op een soort van waterbasis is. Want hij smeert heel goed uit. En ik denk dat hij ook vrij snel intrekt. En dat is natuurlijk bij body butters altijd wel een ding. Het blijft natuurlijk echt voor eeuwig op je huid zitten. Dus als dit wel snel intrekt, zou dat heel erg fijn zijn. Best een grote pot nog, 100 ml. En dan even kijken. Ik zit nu even te zoeken in al dat spul. Dan hebben wij hier de Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream van Sleek Makeup. 6 ml. Dus dit is een full size. Doe ik hem weer op zijn kop. En eens heel even kijken. Daar zit zo'n plasticje omheen. Zo'n applicator. En de kleur. Ja, hier zit nu allemaal body crème op. Dus ik doe hem eventjes hier. Dit is de kleur. Dus het is een, zeg maar, een donkerroze, een beetje bruine ondertoon kleur. Oké. En dan hebben wij volgens mij het laatste product. Als ik dat zo zie. En dat is van This Works. En die staan natuurlijk bekend om hun... Deep Sleep Pillow Spray en al die spraytjes waardoor je in ieder geval goed gaat slapen. En dit is de Morning Expert Hyaluronic Serum. 2% Hyaluronic Acid en Slow Release Vitamin C helps plump and brighten morning skin. En dit is 10 ml. En dat is dus een serum. Nou, ik ben vooral eigenlijk met deze twee best wel blij. En de rest vind ik ook leuk hoor. Het is niet de beste box die ze ooit gehad hebben. Maar ik moet ook wel zeggen dat ze de laatste tijd een paar hele goede boxen hebben gehad. Dus dan ligt op een gegeven moment de lat eigenlijk ook best wel hoog of zo. Want eigenlijk is het gewoon een hele prima box met best wel leuke spulletjes. Maar het is niet een van hun knallers. Dus ja, dat was hem. Heel erg bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer.